Die geven zometeen cijfers als niemand buiten staat, hè? Dat, kan, dat ik naar buiten kan gaan. Oké, open kast. Pak de machette. Oké, kan je buiten? Ja, wacht. Oké, is goed. Oké, is je naar buiten gaan? Nu. Heel snel. Let's go. Hey bro. Hey, nu ga je. Wat doe je? Wat doe je? Plat kop. Oké, dan moeten we nu mensen fixen. Stap uit. Nu komen, Robin. Ja, maar ik weet niet waar het is. Franklin's heus, die... 7809. Nee, kom eraan. Nu, heel snel. Nee, ik ben eraan, kom eraan. Ben je met Franklin's huis? Ja. Ah, ik zie het. Ik zie het, kom eraan. Nog rechtdoor, echt gewoon bij zijn auto is hij op die hek. Waar is die kerel? Ik zie hem niet. Yo, kerel, maar we staan blijven. We staan blijven, kerel. Even handen omhoog doen. Ik bond mensen in de kop, man. Eerst ga even fouilleren. Eerst maar even telefoon op potten droppen. Ja, zit maar even me volgen. Maar even een auto stappen, een groene auto. Wat er mee komt, zorg dat er mee komt, hè. Zorg dat hij eerst instapt. Hou je mis van. Ja, maar dit is niet echt de bedoeling, toch? Maar je moest voor hem blijven, hè. Ja, ik weet het. Ja. Gaat naar beneden, maat. Kom later maar. Want we gaan niet de stickertje of zo. Nee, ja, pak iemand anders wel. 5 minutes later. Ik ga nu naar die winkel. Nu. Welke politie heb jij? Ja, welke politie heb jij? Future. Yo, kerel. Even handen omhoog doen, alsjeblieft. Yo, er is een mes op je gericht. Maar we gaan omhoog doen. Je moet mijn handen omhoog doen, hè? Dat ik mes op je heb gericht. Ja, dat snap ik. Maar waarom doe je dat aan? Gewoon, we gaan even hostagen. Ik heb even fouilleren, meneer. Eerst maar even telefoon en portofoon droppen. Ja. Super, dan mag je geen auto instappen die voor je staat. Komst, heb je zo komst? Ja, hij heeft die gedropt, ja. Ja, super. Ja, meneer, goed voor zorgen, geen paniek. We zijn goede mensen, we willen alleen eventjes een winkeltje doen. Is dat goed? Ja, toch? Timo kan niet praten zo in de porto, dat is raar. Ja, Timo, als je hem wel hoort, kom even naar Olieveld, daar rechts hier. Ik mag niet mijn auto uit. Maar mij mee, meneer. Maar mij mee. Ik weet dus op zijn verwarren van de raamwasser. Ik heb je maar meneer, even aan de mogen doen. Ik ga fouilleren. Ja, is oké. Meneer, maar even mijn auto instappen, oké? Let's go. Oké, meneer, we gaan nu... want u bent nu gegijzeld. Oké. Nee, deze moeten werken, maat. Hier rechts staat je soms. Dit is een winkel. Hey, super. Ja. Oh shit. Oké, boys. Even uitstappen. Garage. Teken. Wat is dit nu weer? Druk je mis. Ik zit nog vol. Oké. Ja, zeer, maar uitstappen. Ja, super. Op mijn echt erin. Ja, super. Ga even in de winkel gaan staan. Ik heb nu gestaan, Oh, echt spannend. Even uit de weg. Oh, mijn eerste winkel weer, dames en heren. Mijn eerste winkel weer. Maar dat is heel snel komen, de politie. Robin, shaky. Ik ben heel shaky, man. Ik ben zwaar shaky momenteel. Dat wil je niet weten. Ik pak gewoon Africat. En Glenn pakt Brabus. Wie onderhandelt, Robin? Ik onderhandel. Spannend, mijn eerste winkeloverval. Ik heb portostilte en onderhandeling. Goedenavond. Wilt u niet binnenkomen voor het gezelligheid? Ik blijf even buiten. Is super, geen probleem, meneer. Ik zie dat je 200 hebt, klopt dat? Ja, dat klopt volledig. Oké, top. Dan is dat duidelijk voor mijn beeld. Oké. Goed, 200 betekent 2 eisen. Had je iets in gedachten? Ja, we zouden heel graag als eerste eis vrije doorgang willen. Yes, vrije doorgang betekent geen geschiet, geen getaser. Ja, dat is positief. Yes. En als tweede eis zouden we heel graag 1 hostage mee naar buiten nemen, naar de motor en naar de auto. Yes, oké. Dat komt goed. Dat zijn onze 2 eisen. Ga ik even bespreken met mijn collega's. Kom ik zo mee terug. Ja, super, tot zo. De eisen doorgegeven. Maar collega, welke hostage wil je vrij laten? Welke is de leukste om uit te laten? Men mag die kerel in het zwart wel vrij laten worden. Dus meneer in het zwart, wil je vrij laten. Yes, top. Even vanavond nog. Mag je naar mijn collega's daar lopen? Komt één hostage aan en die mogen je even fouilleren. Hebza! Ik zou weer terug, heren. Ja, is goed. En dus is het 1 Amarok, 2 Civs en een pas... ook lichte motor aangekoppeld. Er komen nog eentje aan, er zijn 2 lichte motors. 2 lichte motoren Amarok. En een Amarok? Zo! Ja. Jouw 2 lichte motoren en een Amarok. Dus 3 voertuigen achter mij aan. En ook 3 achter Glenn aan. Goed, heren, hoeveel tijd heb je nog op de klok? Nog 170 seconden. 170? Als je in de Brabus gaat, zou ik kunnen kijken of ze op jullie Africat pakken. Kan ik op dan, wij zullen het meteen terug. Eén vraagje. Zou mijn collega kunnen kijken of mijn motor geen lamp heeft? En dan is iemand tegen aangereden, namelijk. Hier achter. Oh, ja, toch? Oh shit. Ja hoor. Ah, super, dank je. Geen lampje? Nee, top, perfect. Super. Fantastisch, geen lampje. Fuse krijg je maar 70k zwaard. Oeh. Maar ik krijg 180 hier. Bam.
Dat vind ik echt spannend. Mijn allereerste keer een winkeloverval plegen en er van wegvluchten. Dat is toch... Ik hoop echt dat ik het ga halen. Yes. Ik wil even groen licht uitleggen. Ik ga zo meteen in mijn voertuig zitten en ga ik de sirene aanzetten met een geluid. Ja? En op dat moment mogen jullie op de motor stappen en vertrekken, yes? Op de motor en de Brabus, toch? Verder. Oh, jullie mogen... jullie gaan in de Brabus en in de motor? Ja, ja, dat klopt. Oké. Okay. Mag ik even een vraag stellen nog een keer? Gaan die ouders voor ons ouders ook weg of niet? Want anders kunnen we niet vertrekken, denk ik. Ik ga het even vrij doorgaan. Moet ik? Ja, ja, ik ga het even vrij. Dat is geen vrij doorrijden, meneer. Ik heb slecht nieuws voor jullie. Ja? Het regent. Regent? Nee, dat is echt een keer regen. Ja. Het regent, dat is echt sad. Jongens, groen licht is gegeven. Ah, oké. Okay. Niet gehoord, maar okay, prima. Oké. Okay. Ik ga eerst naar Glenn. Let's go! Go, go, go. Ja, maar nee, dat is niet leuk, maat. Kerel, wat doe je? Riem in taser, joh. Oké, let's go, we zijn vertrokken. Oké, we zijn vertrokken. Rond de rijk richting Paletto. Ik heb geen idee waarom die mij aan sub, man. Ik heb geen idee waarom die mij aan sub. Holy shit, dat ding drift. Maar yo. Heb ze. Oh, inside okay. Verder. Afremmen. Oh, ik weet niet, ik wou eigenlijk dat daarin gaan, maar. Ik ga ontrijden in Human Labs. Oké. Okay. Even gewoon helemaal doorrijden. Even een paar afschutten, man. Dat is even de bedoeling. Moet even kunnen afschudden. Nee, ik weet het moeilijker. Oh! Volledige eentje ben ik kwijt, ga die is van de motor afgereden. Oh, dat is echt lucky. Nog één motor achter me aan momenteel, nog één motortje. Rondrijk richting Sandy. Sandy Centrum, nog één motor achter me aan. Juke? Nou, rare juke. Ik weet het, rare juke. Rare juke, maat, rare juke. Holy shit! Dit is awkward. Ja, dat was een beetje awkward, maat. Dat was echt een beetje awkward. Oké. Okay. Oké, we gaan verder. Monter richting langs de N42. Ja, dat ligt een lege basis eigenlijk. Ah, shitting hell! Shit, dat meen je niet! Nee, dat meen je niet, Is hij me kwijt? Hij is me kwijt, mijn vorige crash. Gaat hij? Maar volgens mij is hij me kwijt. Onder postcode 5000. Collega, zie iemand rijden daar of niet? Nee. Dit ben ik hem kwijt. Ja, blijf zitten. Lucky Chris. Oh shit. Nee, heeft me. Oh, even omdraaien, meneer. Ja, dikke rip. Ah, ik crash ook hard, hè. Dat is echt sad. Ah, echt heel spijtig. Goed, meneer, u bent in ieder geval aangehouden. Laat het duidelijk. U hoeft niet te antwoorden op de vragen die we stellen. En verder heeft u recht op een raadsman, is dat duidelijk? Dat is vernomen. Oké, ik ga u even fouilleren. Heeft u iets op zak wat u niet bij zich mag hebben? Vermoedelijk wel, ja. Ja, hè? Hé, hey, mag ik even een meszak, jongens? Hé, mijn machette even pakken. Nee! Waar jullie achteraan staan. Mijn machette. En mijn zwart geld ook weg. Had je nog iets bij wat je niet bij mag hebben? En nu niet meer. We gaan die auto proberen, nee? Nu niet meer, nee. Zet ik jou een voertuig, let wel op je hoofd. Oké, dank u. Je hebt mij er even aangehouden. Je hebt recht op een advocaat. Je hebt recht op medische zorg. Je hebt recht op een tolk. Recht op, sorry, ik ben een beetje moe. Recht op eten, drinken of tevens medicatie. Vragen? Nee, geen vragen, nee. Huh? Wat is dit dan weer? Maar dat is vet! Kijk me dan! Als crimineel! Oh! Daar ben ik hoor. Maar ik zeg het wel, al was advocaat geweest, was ik vrijgesproken. Want ze hebben op de plek zelf niet de reden van aanhouding, dus ik was sowieso vrijgesproken. Maar ja, geen advocaat in dienst. Spijtig, maar het is niet anders. Maar ja, nu ben ik wel gepakt, jongens. Bij mijn eerste winkeloverval ben ik gepakt. Glenn ontsnapt. Dikke nice, Glenn. GG. Jij bent gewoon weg kunnen komen met je Brabus. Ik niet, helaas. Ben wel echt zwaar gecrashed. Vond je het leuk? Zeg even liken en abonneren. Zou zeer worden gewaardeerd. Wil je meer zien? Ik als crimineel? Laat het zeker weten in de comments. Misschien word ik wel crimineel in future. We gaan het meemaken. Maar bij deze, bedankt voor het kijken. En tot voor een video. Of laatst om het raad. Bye bye. Kabam!